Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Deze reeks gaat om de kwartfinale battles die we hebben gehad. We komen steeds dichter bij de uiteindelijke winnaar van dit seizoen. Ik ben weer met de beste juryleden die je maar kan wensen in zo'n battle ding. Ik ben met Adi Montenegro. Naast hem zit El Deep. Aan de andere kant hebben we Kimo en Excellent. En de battle die wij op dit moment gaan beoordelen is de battle van Nick Veen tegen Chopper. Excellent, wat vond je van deze battle? Ik vond dat Nick Veen eindelijk die connectie heeft gevonden met het publiek, man. Waar ik naar zocht in de afgelopen paar battles, ja. Nu is het wel gelukt, man. Dus, dat is de meeste crowd response ooit, volgens mij. Ja, ooit weet ik niet, want Nick Veen heeft echt wel zijn momenten gehad. Nick Veen zit er al in zijn seizoen 1 natuurlijk. En hij heeft echt wel dope momenten gehad. Dope battles, kan ik zelf zeggen. Maar dit was wel een van de betere van Nick Veen. Lijkt alsof hij echt alles heeft opgepakt uit de vorige judgment. Wat hem is gegeven aan opbouwende kritiek. En hij heeft het toegepast. Als de delivery en timing gewerkt en de bar skills had hij natuurlijk al, daar heeft nooit aan gelegen. Maar ja, hij had zijn momenten, man. Hij had zijn crowdreacties, hij had haymakers. Nick Veen was fire vandaag, man. Ik vond hem dope. Ja. En Chopper die heeft ook gewoon alles gegeven, man. Ja. Vuur, vuur, vuur. Ja. Kimo, ben je het helemaal eens met X? Of ben je gematigd? Ja, ik denk dat we redelijk op één lijn zitten. Ik vond Chopper zijn delivery en energie goed, maar zijn punches landen niet echt. Dus één punch die ik heb opgeschreven, die ik dan wel grappig vond, was dat hij naar Miss Lubrano liep, die me wakker maakte als het tijd is. Hij was heel dicht bij haar ook, hè? Ja, wel graag dichtbij zijn. Maar er zijn meer mannen die dichtbij Miss Lubrano willen zijn en zijn geweest. Ook haar? Nee, zo bedoel ik het niet. Het was één interruptie, sorry. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Miss Lubrano, je bent een spak. Ja, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Hij blinkt op vier. Er kwam maar een keer iemand zo met een hoofd. Wie was dat ook weer? Killer Croc. Killer Croc, dat is ook het overbeurt op huis. Maar goed, hij heeft ruim schema's, maar hij heeft ook chokes. Ja, zijn punches moeten beter landen. Chokes of jokes? Chokes. Ja. Hij chokes. Ja. Het lijkt een beetje op elkaar. Hij heeft jokes. Hij heeft chokes, maar hij heeft wel ruim schema's. Mm. Maar zijn punches landen niet echt. Ja. Ik vond Nick Veen doper. Hij zei iets van plaatje de grond eten. De vloer is baklava. Die vond ik wel grappig. Je moeder lijkt op Bokusan. Oké, alleen de ogen. Dat was niet per se een heel doordachte lijn, maar gewoon de manier waarop hij het bracht, vond ik het grappig. Delivery. Hij kwam iets met glashard ontkennen, net als de Armeense genocide. Ja. Dat is volgens mij ook wel eerder gebeurd of zo, maar die bar. Want jij blijft dat ontkennen als de Armeense genocide. Ja. El Deep. Was dat een El Deep bar? Ja. Oh shit, ik had deze boy zit. Ja, maar het was wel wat anders. Hij eindigde met Armeense genocide. En ik ook, maar de line daarvoor was wel wat anders. Maar ook iets met ontkennen, toch? Want je blijft het ontkennen. Dat is de Armeense genocide. Oh, hij zei ook ontkennen. Ja. Ik vind Nick Veen ook, hij zei het zelf in zijn ding van dat veel van zijn bars over hoofden gaan. Ik denk dat het ook wel eens is gebeurd, dat het vorige keer over gaat door zijn accent, maar ook doordat hij niet heel veel rust neemt. Dus hij moet daar iets meer nadruk dan op die bars leggen, zodat mensen ook kunnen horen van, ik merk aan je uitspraak dat jij vindt dat dit een bar is. En nu gaat het heel snel. Dus even die vieze feest, ja. Maar hij zei iets van bars gaan over hoofden, maar bij mij mensen thuis, de connected spanningskabels of zoiets, want mensen daar natuurlijk meer gewend zijn aan het Limburgs accent, die Adi overigens heel goed kan nadoen. Ja, dat is waar, hè? Ja, dat is waar. Ja, dat klopt wel. En ik vond het toch een bewaar grappig van hem. Je denkt dat je een helikopter bent als je een propellerpetje draagt. En dat zag zo kwam je als een aantocht, zei Chopper. Ja, dat vond ik wel grappig. Okay. Dus ik vind het niet beter. Aldi, wat vond jij van deze? Nick Veen, heel degelijk. Rijmtechnisch heel goed. Veel bars. Enige minpuntje is het snelle. Precies wat iemand zegt. Als je niet wil dat het allemaal over het gaat en allemaal. En je hebt zo'n accent dat moeilijker te verstaan. Ja, dan moet je juist. Niet iedereen heeft jouw denkwijze. Niet iedereen is een battle rapper in de zaal. Dus doe wat rustiger, laat het rusten. Het ging door met een bar. En wij, weet je, ex, ik, wij hier snappen het, want wij, maar niet iedereen is zo snel. Is zo slim als wij, toch? Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja, mensen hebben niet iedereen heeft een battle-achtergrond. Precies, die, dus, zeg maar, dus wat, maar een hele goede. Mensen denken dat het een goede, degelijke Nick Veen met de. Was dope om naar te luisteren, het was dope om het te zien en het was gewoon heel goed. Het was gewoon wel goed. En Chopper, hetzelfde, andere stijl, maar een goede delivery.
goede presence. Hij had nog één Rimsky met Frits Bricks clips, kliks, kliks. Als een Frits Blik Bricks clip. Dat was, het klonk tof. Ik weet het eigenlijk niet te zeggen, maar het klonk heel tof. Dat was dope. Alleen die choke was helaas waardoor ik hem uiteindelijk Nick Veen wel de betere vond. Dus dat eigenlijk. Ja, ik vind, met alle respect naar jullie allemaal, maar ik vind dat, dat jullie het een beetje overschatten, de Nick Veen. Ik heb hem nu heel lang niet meer gehoord. Ik vind hem niet veel beter geworden. Ik vind dat hij bars heeft en er is een groot verschil tussen bars en bars. Hoeveel dat bars had hij? Kimo. Jee, toch? Dus een paar goede uitschieters van Nick Veen. Ik vond Chopper, ja, jammer van de choke. Alleen ik vind dat ze beide gewoon wat meer entertaining moeten zijn. Ze moeten je vast blijven houden. Ze moeten niet iets opzeggen wat ze hebben geschreven. Ze moeten jou vertellen wat ze hebben geschreven. Ze moeten je overtuigen ervan. En ik voelde me niet overtuigd, man. Ik ben niet bekeerd. Okay, dus Nick Veen heeft volgens jou niet genoeg groei nog vertoond? Zijn niet genoeg? Daarmee eens? Nee, vind ik niet. Qua bars is hij vooruit gegaan. Hij kan het vinden, maar ik bedoel, ik vind dat hij ten opzichte van de vorige battle bepaalde dingen heeft verbeterd, want in de vorige battle kreeg hij vrijwel geen crowdreactie. En nu wel toch een aantal keer aardig wat crowdreactie. Maar uitschieten. Dus ja, dus snap je, in deze twee rondes heeft hij echt wel groei vertoond. Hij heeft dingen aangepakt en verbeterd. Ja, precies. Hij heeft meer groei doormaakt de afgelopen tijd dan dat Frans dat heeft gedaan. Maar hij heeft geen Dani groei. Weet je wel, het zijn stapjes. En dat is het. En weet je, de een leert ook sneller dan de ander. Autorijden. Dus het is fijn als je zo omhoog gaat. Maar als je maar in ieder geval omhoog gaat, de stijgende lijn is belangrijk. Hij is een klein beetje groei, maar niet genoeg. De stijgende lijn is minder stijgend. En hoe hoog is die groei dan volgens jouw cijfers? Hij zit op de Nick Veen heb ik een 6.1 gegeven. En dat is 0,1 punt meer dan Chopper. 6.1 heb je aan Nick Veen gegeven? 6.1. En Chopper een 6. Een 6. Oké. Omdat ik geen onvoldoendes wil geven. Maar ik zeg je eerlijk, ik zou Chopper een lager cijfer geven. Maar ik ga principieel geen mensen. Het is net als wanneer je een naam schrijft bij een wiskundeproefwerk. Je krijgt dan 1 voor de naam. Je bent hier en dan krijg je al 5 voor mensen. Dus je weet toch? Jij bent het er niet mee eens. Nee, maar ik ben dan heel benieuwd naar jouw cijfers. Nee, mijn cijfers zijn niet schrikbarend. Maar ik bedoel alleen dat je hier staat aan de finish verschijnt of aan de start verschijnt. Dat verdient geen 5. Dat is geen 5, absoluut niet. Is dat een 1? Ja, tuurlijk. Een 1, ja, goed. Dan moet ik je ook wel echt een cirkel vinden die het meerdere keren verpest heeft. Wil ik je echt een 1 geven. Maar op een hele record performance heb ik ook wel eens een 3'tje uitgedeeld in mijn carrière. Jury. Maar goed, laten we het naar de orde van de dag overgaan. Chopper krijgt van mij een 6. En Nick Veen toch een 7. Ja, ik vind het wel bars en hij heeft zich verbeterd. En ik vond dat het toch duidelijk een verschil was. Voor mij veel groter dan een 0.1 verschil. Gewoon een volle punt verschil. Dus een 7 voor Nick Veen. Limburg. Ja, ik vind het dat iemand uit Limburg is. El Diep, jouw cijfers voor Nick Veen. Kort en bondig, Nick Veen een 7.5. Ik zie wel degelijk wel groei, vooral in zijn delivery. Chopper een 6.5. Ook een hele punt verschil. Dus. Ja. Oké, okay, excellent. Dan zijn jouw cijfers. Chopper 6.5, Nick Veen 7.9. 7.9? Ja. Nice. Oké. Okay. Ik ga even de gemiddelde cijfers van je uitrekenen. Tot zo. Ik heb de gemiddelde cijfers voor jullie terwijl Adi Montenegro zich even snel omkleedt. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een date. Heeft een Nick Veen 7.1 gemiddeld gekregen van de jury en Chopper gemiddeld een 6.2. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die beslissen wie er uiteindelijk wint. Want ook jij hebt mogen stemmen. Punchupbattles.nl om je stem uit te brengen. En daar kan je ook uiteindelijk zien wie er heeft gewonnen. Ik bedank mijn juryleden voor hun bijdrage vandaag. Excellent, Kimo, El Deep en Casanova. Mijn naam is Demo en ik zie jullie bij de volgende aflevering van Punch Out Battles The Judgment.